Hoi, ik ben Nitrona Thursteter, een Thurster bij Team NL. En ik wil jullie graag mee terugnemen naar de maand oktober in 2019, waar wij met de Turner Dames Team streden om een ticket voor Tokio. Tijdens dit WK is onze missie het behalen van een Olympisch ticket voor ons team. We staan wat eerder op, zodat we wat tijd hebben om haar make-up te doen. En daarna vind ik het ook wel fijn om een ochtendwandeling te doen. Zodat ik even mijn lichaam op gang krijg. Dan kan je gewoon even lekker ontbijten. En dat je gewoon even fris wakker wordt, zodat je echt klaar bent om te gaan knallen daarna. Ja, dit moment is voor ons gewoon echt super belangrijk als team. We hebben nu al eigenlijk 3 jaar naar geleefd. Team! We wisten dat dit moment zou komen en dat we nu gewoon ook echt ons ding moeten gaan neerzetten. Voordat we de arena heen gaan, dan gaat er zoveel door je heen. Heel veel spanning. Positieve zenuwen en gewoon let's do it. En dat we er gewoon op dat moment met z'n allen gewoon voor moeten gaan. Behaald tijdens het WK, kwam er een iets rustigere periode. In januari begon ik echt weer volle bak. Helaas raakte ik toen ongeveer 2 weken voor de lockdown geblesseerd aan mijn ribben. Ik was tijdens een brugtraining gevallen. Dat resulteerde in gekneusde ribben. Dus ik moest sowieso even wat rust nemen. Dus ja, toen kwam de lockdown. En toen kon niemand iets meer doen. De gezondheid van iedereen ging voorop en als de topsport dan even een stapje terug moest doen, dan was dat gewoon zo en moesten wij het er maar mee doen. En zodra ik weer iets kon met mijn ribben, dan zou ik dat ook gewoon weer rustig opbouwen. Zolang we niet de zaal in mochten, deed ik dat gewoon in mijn tuin. Met behulp van een krachttraining van Team NL, dus dat was echt helemaal super. Dus ja, ik heb mezelf wel fit weten te houden en mijn ribben zijn weer helemaal geheeld, dus dat is echt top. Wat ik wel het positief vond aan deze periode was dat ik wel meer tijd voor mijn familie had in huis zelf. Je zag je ouders wat vaker. Ik had wat meer tijd met mijn vriend. Daarnaast kon ik gewoon heel veel spelen met mijn kat Bouncy. Nou, Bouncy is trouwens een IJslandse naam. Dat is Beertje. Ik ben van IJslandse origine in ieder geval. Beide ouders komen uit IJsland. Ik ben geboren in Nederland. Woon hier ook al gewoon mijn hele leven. You have reached your end destination. Please get out of the vehicle. You can leave this side, this side, this side, this side. Vandaag is het 30 april en dat betekent dat mijn moeder jarig is. Mama wilde een kokos chocolademoestaart, dus die ben ik nu aan het maken. Wat ik net heb gedaan is de slagroom opgeklopt voor de moes. Die wordt gemaakt zo meteen. Maar ik zal jullie even een trucje laten zien. Want ik heb hem dus net geklopt. En als je hem goed hebt geklopt. Dan zit hij hier. Dan moet je boven je hoofd kunnen houden. En dan valt hij er niet uit. Nou, zoals je ziet is de cake uit de oven. En ik heb hem versierd met een paar bijtjes. Dus dat is laag 2. En dan is dit de koekstaat geworden. Una Milo mama. Una Milita. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Gloria. Ja, het afgelopen jaar was wel een spannend jaar. Het WK was echt het moment waar we moesten presteren. Dus ja, ik heb daar wel voor het eerst echt genoten van het toernooi. Dus dat neem ik vooral mee. Dat ja, als je ervan geniet, dat je dan ook op een of andere manier in een betere flow komt. Ja, ik ben nu eigenlijk gewoon vooral lekker aan het trainen. En dan hoop ik eigenlijk dat ik mijn uitgangswaarde vooral omhoog kan krikken. Zodat ik toch net iets hoger kan scoren dan daarvoor. Dat gewoon eigenlijk het doel is. Als ik naar de Olympische Spelen mag gaan, dat is al het eerste doel. Dat het dan nog net iets beter kan dan in Rio 2016. Maar ja, stapje voor stapje. Nou,
Nou, ik zit nu net in de auto. Ik ga nu voor het eerst weer rijden naar Hoofddorp, waar mijn turnhal is. En dan mag ik eindelijk weer trainen. Wel onder echt strikte protocol en maatregelen en alles. Maar dat, ik heb een heel document doorgelezen, maar we gaan zien hoe het eruit ziet. Sowieso toen we binnenkwamen was alles gewoon met linten afgezet. Dat je dan de heenweg via een bepaalde looproute liep. En als je naar de wc ging via een bepaalde looproute. Ook bij de binnenkomst gelijk handgel. In de zaal zelf hebben we allemaal ons eigen plekje waar we onze spullen neer kunnen zetten. Nou, het waren een stuk of 5 of 6 meiden die konden trainen vandaag. Yes, Polly. Het was gewoon heel fijn om mij weer te zien. En nou, vooral heel fijn om gewoon weer aan de toestellen te zitten. Balletprogramma's te doen op balk en aan de brug te zwaaien. Ik heb wel al mijn eerste blaar. Hoort erbij, hè? Ja, als je even niet aan de brug hangt, dan krijg je gewoon babyhanden. Normale mensenhanden. En dat ben ik niet gewend, dus ik heb gelijk al blaar. Tijdens de turntrainingen zijn we echt gewoon back to basic. Omdat we heel veel turnspecifieke kracht eigenlijk kwijt zijn geraakt. Omdat je natuurlijk de toestel niet hebt aangeraakt. Ja, het heeft even wat tijd nodig. Even wat hard werk, bloed, zweet en tranen. Maar als de basis weer helemaal goed is, dan kunnen we weer verder bouwen. Gewoon aan het programma waar we mee bezig waren. Tijdens de krachttraining zijn we nu gewoon de basiskracht aan het opbouwen. Ik had natuurlijk tijdens mijn time workouts wel al wat opgebouwd. Maar ja, het is wel wat anders als je met stangen en gewichten en zo beweegt. Wat ik wel al nu heb geleerd van deze periode is dat we echt meer moeten gaan waarderen met wat we hebben. Wat het normale is, wat nu totaal niet meer normaal is. Dat we dat ook veel meer gaan waarderen. Dat we gaan waarderen dat we onze vrienden weer kunnen knuffelen. Dat we even uit eten kunnen en zonder erbij na te denken. En nu ik ook weer in de zaal ben, waardeer ik dat ook zo erg dat ik mijn topsport heb. Dat ik elke dag kan doen wat ik leuk vind. Ik denk gewoon voor iedereen, ga alsjeblieft het leven gewoon waarderen. Want het is zo mooi als alles normaal is. Nou, dit was dan een weekje met mij in quarantaine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje te nemen in mijn persoonlijke leven, in mijn trainingsleven en wat ik de afgelopen tijd allemaal heb beleefd. Nou ja, als jij nou echt een Team NL fan bent, dan vergeet dan vooral niet naar deze video te kijken. En vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie snel. Doei doei!